Ik wilde aanvankelijk een algemene boek. Een beginpunt is uiteindelijk natuurlijk toch dat je daar vandaan komt en daardoor een specifieke interesse hebt in Jij dat komt uit gebied. Sluiskil, hè? Een dorpje bij Ja, daar ben ik Uiternhuizen. geboren. Dat is het ziekenhuis van Sluiskil, dus eigenlijk kom ik uit Aksel. Dat is altijd wat ingewikkeld, maar Oost-Zeeuws-Vlaanderen hebben we het ja, over. Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dat is toch wel een soort beginpunt natuurlijk, hè, dat je een soort automatische interesse hebt voor wat zich daar allemaal afspeelt. Maar op een gegeven moment begon ik toch het gevoel te krijgen dat het ook heel belangrijk was. Want wat ik wou zeggen, het ging oorspronkelijk over Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Zo was het boek oorspronkelijk Het bedoeld. deltagebied, zoals het zich ontwikkeld heeft sinds de deltawerken. Dat was het oorspronkelijke idee, dus daar ben ik eigenlijk volledig van afgeweken. Omdat ik op een gegeven moment allemaal materiaal tegenkwam over de actualiteit rond de Westerschelde. En het idee had van nou, dit is geen algemeen bekend materiaal. En dat is ontzettend belangrijk dat dat het volk bereikt, om het maar zo te zeggen. En betekent dat jij ook de bedoeling had om een rol te spelen in al die discussies die aan de hand zijn rond de Westerschelde? Nou, in ieder geval hoop ik dat dat boek een rol speelt in die discussies. En dat men er kennis van neemt en er wellicht toch wel iets aan heeft. Dan zullen we eens proberen van een aantal van die terreinen die je benoemt en behandelt af te lopen. Wat vanuit een journalistiek point of view eigenlijk het meest in het oog springt, vind ik, is dat je zegt, nou. Die ontpoldering, dat is een twijfelgeval. Kan je eens uitleggen waarom? Je hebt micro en macro, zou ik haast zeggen in dit geval. Een micro is dat de Hedwiegepolder is om te beginnen een vrij klein gebied. Maar wat er ook toch een groot probleem aan is, dat is dat laten we omgekeerd beginnen. Het idee is, de Hedwiegepolder geeft ruimte aan de Westerschelde. Ja, Ruimte. laten we het even van een kader voorzien. Er zijn afspraken gemaakt met de Belgen over het uitdiepen van de Westerschelde, zodat de grote boten door de Westerschelde naar Antwerpen kunnen. En Ja. in het kader daarvan moet er natuurherstel plaatsvinden Ja. en moet je polders onder water Ja, zetten. Dat is het de Belgen heersende. zeggen, dat is wat te belangrijk, de Belgen die zeggen terecht dat dat niet alleen maar is vanwege die boten, maar dat dat sowieso zou moeten. Dus dat zij niet overal de schuld van moeten krijgen. En En waarom dat is zou het ook sowieso terecht. moeten? Omdat er die achteruitgang van die Westerschelde, hè, dus zeg maar volgens een bepaalde normen van hoe wij de natuur willen hebben, hoe het getij zich ontwikkelt, et cetera. Daar is gewoon een gestage verslechtering in, over decennia al. Je zou Ellis kunnen zeggen op minstens al een eeuw. En dat is voor een deel veroorzaakt door die scheepvaart, maar ook door een aantal andere factoren, sommige factoren waarvan we eigenlijk nog steeds niet weten welke dat zijn. Dus daar begint het mee. Maar niettemin, dus die relatie tussen scheepvaart en natuur is natuurlijk toch wel aanwezig. En dit kabinet heeft besloten om die Hedwiegepolder, waar die discussie zich op toespitst, onder water te zetten op termijn. Ja. En jouw boek zegt, er is te weinig naar allerlei andere factoren gekeken die misschien dat ontpolderen wel overbodig Ja, zouden maken. nou, het is natuurlijk puur politiek besluit geweest, hè. Men wilde gewoon een einde aan die discussie. En dat is nu in grote lijnen is dat einde bereikt, kun je zeggen. Dus in die zin is er een proces waar men ontzettend veel irritaties aan heeft overgehouden van allerlei kanten in Vlaanderen, in Zeeuws-Vlaanderen, in Den Haag. Tientallen debatten zijn erover geweest in de Tweede Kamer. Nou, dat is gewoon afgelopen nu, althans, daar kun je min of meer van uitgaan. Dus in die zin is dat een belangrijk besluit. Maar tegelijkertijd heeft de symboolfunctie ervan, die is enorm groot geworden. Omdat de verschillende partijen in het politieke spectrum, die zijn daar eigenlijk steeds explicietere opvattingen over gaan ontwikkelen. Dus het komt er eigenlijk bijna op neer dat als je niet wil ontpolderen, dan ben je tegen de natuur. Als je wel wilt ontpolderen, dan haat je de boeren. Zo'n soort niveau heeft het allemaal gekregen.
de zaak zelf die is een beetje uit het zicht verdwenen. Want als je kijkt wat het Wiegepolder is, dat is een polder van 300 hectare, redelijk bescheiden gebied. Dat geeft ruimte aan het water van de Westerschelde, hè? Dat is het idee. Nou, dat is een beetje waar, alleen een van de grote problemen is dat vooral in het achterste gedeelte van de Westerschelde, dus landinwaarts, daar is een heel groot eb-vloedverschil en een harde stroming. En dat brengt met zich mee dat er veel slip wordt afgezet. Dus de Het Wiegepolder die zal op termijn van nou echt niet eens zoveel jaren, zal die dus helemaal een laag slip weer gaan opnemen. En dan waardoor, wordt dat effect teniet gedaan. Waardoor het idee waar het mee begonnen is van dit moet zeg maar het estuarium, hè, de Westerschelde is dan het estuarium, de zeearm, rivier die eindigt in de zeearm in de Noordzee. Dat oorspronkelijke idee, dat is eigenlijk helemaal op de achtergrond geraakt. En wat er nu nog wel over is, en dat is natuurlijk ook wel een realiteit, het wordt een beschermd natuurgebied. Dat blijft staan. Maar het andere element van de invloed op de ontwikkeling in de Westerschelde als geheel, die is eigenlijk minimaal. En daar wordt eigenlijk ook helemaal niet meer over gepraat. Laten we een aantal van die punten aflopen. Want jij, om te beginnen zeg jij, misschien zou België wel het idee moeten opgeven dat die grote zeeschepen helemaal over die Westerschelde naar Antwerpen moeten varen. Ja, nou, dat is inderdaad een van de oplossingen. Een soort. Het lijkt me wel iets om van te schrikken, trouwens. Als Belg, bedoel je? Als Antwerpenaar. Ja. Ja, nou, dat gebeurt anders ook. Of althans, men schrikt er inwendig misschien van. Maar de deur is gewoon volledig dicht. Dat onderwerp, dat is gewoon. Daar wordt niet over gesproken. Want weigert men eigenlijk gewoon meer dan drie zinnen aan te wijden. Want jouw voorstel is om die havenactiviteit te verplaatsen naar Zeebrugge. Laat ik het iets voorzichtiger zeggen. Ik vind in ieder geval dat de betrokken partijen daar serieus naar zouden moeten willen kijken. En dat wil Antwerpen gewoon niet. Ze willen die, hè, want er zitten natuurlijk enorme economische consequenties aan vast. Die kan je ook niet zomaar wegcijferen. Dus dat je daar rekening mee moet houden, dat lijkt mij ook. Alleen, je zou het ook met die economische aspecten erbij bekeken, zou je er gewoon eens serieus naar moeten kijken. Want ik zou het me heel goed kunnen voorstellen dat het wel degelijk voordelig ook voor Antwerpen is. Is het louter een fantasie of zou het een plan zijn dat economisch ook daadwerkelijk haalbaar zou zijn? Ja, nou, en dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om dat zomaar even te beantwoorden, want eigenlijk zou je daar een zware commissie op moeten zetten. Maar ik stel me voor dat het wel iets is waar je over nagedacht hebt. Ja, nou, en misschien moet ik eerst even vertellen wat precies het punt is. Want je hebt dus Antwerpen, wat 80 kilometer landinwaarts ligt en waar dus al die schepen over de Westerschelde naartoe moeten. Aan de Belgische kust ligt de haven van Zeebrugge, die zelf ook gaarne zou willen uitbreiden en die de voorzieningen heeft om de grootste containerschepen, want daar gaat het meestal over, die de grootste containerschepen daar rechtstreeks vanaf de Noordzee kan ontvangen. En met de aantallen die op dit moment naar Antwerpen gaan, en van die grootste schepen hebben we het nu alleen over, kunnen ze aan in Zeebrugge. Dus dat zou, wat dat betreft, zou dat betrekkelijk makkelijk kunnen. Nou, dan heb je het volgende probleem. Dat is, hoe moet dan al dat transport naar het achterland georganiseerd worden? Want dat is het grote punt wat Antwerpen altijd in de strijd werpt. Wij zijn zo goed verbonden met het achterland dat al onze concurrenten daarbij achterblijven. En dat is ook zo. Althans, dat is in havenkringen wordt dat erkend. Maar dan is dus de vraag, kun je daar een alternatief voor creëren vanuit Zeebrugge? Nou, ik denk eigenlijk dat dat misschien wel eens zou kunnen. Bijvoorbeeld doordat een van de grote belemmeringen is, Zeebrugge heeft hele slechte waterverbindingen naar het achterland. Dus er zijn al dichtgeslibde kanalen liggen daar en zo. Maar Zeebrugge ligt aan de monding van de Westerschelde. Dus je kan gewoon met kleinere schepen over de Westerschelde naar Antwerpen varen. En dan kan het verder.
Dus nou, dat is een van de mogelijkheden. Ik heb in mijn laatste stukje heb ik nog een utopische optie voorgesteld om een monorail te maken. Daar zijn ze, wordt aan gewerkt om containers per monorail te vervoeren door ingenieurs, et cetera. Niet in Antwerpen, maar gewoon elders in de wereld. Nou ja, dan zou je een heleboel bezwaren zou je kunnen ondervangen. Want die kun je betrekkelijk makkelijk gewoon langs de hoofdweg. Je hebt van de Zeebrugge naar Antwerpen heb je de E34. En die weg wordt ook geüpgraded op dit moment? Ja, nou, daar kun je dat gewoon naast bouwen. En ja, goed, details daarvan kan ik zo niet 1, 2, 3 uit mijn mouw schudden, hoor. Maar het principe... Jij ziet het als een oplossing. Ja, en daarmee zou die hele Westerschelde-discussie... die zou in een totaal ander licht komen te staan. En wat zou dat andere licht zijn? Want wat zou die Westerschelde dan daarmee worden? Wat die zou winnen, dat is dat je geen... dat je dus, zeg maar, het bovenste gedeelte... Ik ga er dan vanuit dat er altijd een deel van die schepen... over de Westerschelde naar Antwerpen zal blijven gaan. Hè? Want je hebt het echt over, 15.000 schepen per jaar... alleen de grootste schepen, waar juist iedere keer die verdiepingen voor nodig zijn, als je die eraf haalt, nou, dan kun je de Westerschelde op zijn minst in de huidige staat handhaven, maar je kan waarschijnlijk zelfs de vaargeul ondieper gaan maken. En dat is heel belangrijk, omdat heel veel schade wordt eigenlijk aangericht doordat de vaargeul dieper wordt. Daardoor heeft dat water een enorme, krijgt een grotere snelheid en een grotere volume. En het gevolg daarvan is eigenlijk een soort, als je het heel extreem zegt, een soort kanalisering. Dus het wordt gewoon een soort uniform geheel. En dat is, de natuurschade daarvan is natuurlijk enorm. Het interessante is dat jij in dit boek zelfs pleit voor het storten van zand op sommige plekken in de vaargeul, waar die zo verschrikkelijk diep is, waar die enorme watersnelheden bij de getijdenwisseling ontstaan. Want dat vond ik zelf nog wel de grootste eye-opener toen ik je boek las, dat er dat als je anders zou proberen om te gaan met die getijdenstroom, dat misschien wel de belangrijkste factor zou zijn in die beheersing. Ja, nou, dat was voor mij eigenlijk zelf ook de grootste eye-opener. In dat natuurbeheer. Omdat ik dat eigenlijk heb opgestoken van die ingenieurs, biologen, mensen die daarmee bezig zijn. Omdat die op die manier er tegenaan kijken en dus eigenlijk van de andere kant redeneren. Omdat eigenlijk traditioneel wordt er geredeneerd van, om het een beetje te simpel te zeggen, je hebt het gebied dat is natuur en of het is geen natuur. Terwijl zij redeneren als het ware omgekeerd. Als je een bepaald beleid voert, dan ontstaat er natuur. En dan moet je niet de discussie op de eerste plaats stellen van hoeveel hectare natuur hebben we erbij. Maar dan moet je eigenlijk een heel structurele aanpak van dat hele gebied kiezen. En dan is het resultaat daarvan vanzelf dat er ook meer gevarieerde natuur ontstaat. En nou, dat vond ik zelf dus ook een hele grote eye-opener. Want als je het zo bekijkt, dan komen er heel andere mogelijkheden om dat probleem van de natuur in dat gebied aan te pakken. Kan je die maatregelen concreet maken? Kan je die benoemen die je dan zou moeten nemen om die getijdenstroom een beetje onder controle te krijgen? Ja, dat is niet zo makkelijk. Want ik moet erbij zeggen dat... Er zijn twee dingen waardoor ik denk dat kan. Het eerste is dat die processen die gaan over een vrij lange tijd. Processen van? De hele ontwikkeling van die natuur en van dat getijdengebied. Je hebt de Westerschelde bestaat uit zandplaten, slikken, lage schorren, hoge schorren. Een hele variatie aan landschapssoorten met de bijbehorende natuur. En dat veranderingsproces, dat gaat heel langzaam. Dus, en naar mijn idee, geeft dat ruimte om te zeggen van, nou, we gaan de komende 10 jaar gaan we dit proberen. Dus ik
pleit er eigenlijk voor om een, ja, ik zou haar zeggen, experimentele fase in te voegen. En mensen die daarmee bezig zijn, de gelegenheid te geven om die dingen uit te gaan proberen. En hun onderzoek te doen. En hun onderzoek te doen. En, maar kan je het concreet maken? Wat er geprobeerd zou moeten worden? Nou, inderdaad, dus een van de dingen die, waar men effect van verwacht, dat is de vaargeul op een heleboel plaatsen waar die veel dieper is dan nodig. Nee, want op sommige plaatsen is die dus te ondiep voor grote schepen, of althans te ondiep geweest. Maar er zijn ook een heleboel plaatsen waar die heel erg diep is. Dus er zijn plaatsen waar 40 tot 60 meter diep is, terwijl 20 is meer dan zat, zal ik maar zeggen. Dus daardoor kan je al effect bereiken. Door daar te storten. Ja, dat is de verwachting. Hè? Nou, dat is één ding. Je hebt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld zandplaten. De redenering is, er moet dat water moet over een breder, over een beter, breder oppervlak van de Westerschelde verbreid worden, zodat de stroming in die vaargeul beperkt wordt. Nou, dat kun je bijvoorbeeld ook doen door zandplaten die nu eigenlijk min of meer permanent boven water liggen, door daar stukken van af te graven. Dus dan verlaag je. En ja, zo zijn er dus eigenlijk best wel veel dingen die samen tot een nieuwe aanpak kunnen leiden die tot resultaten gaat leiden. En zijn dit maatregelen die voor de natuurbeweging of de natuurorganisaties of misschien ook in economische kringen vloek in de kerk zijn? Zijn ze omstreden? Ja, omstreden. Mijn gevoel is dat nog steeds, hoor, want dat merk ik ook wel aan bepaalde reacties die ik heb gekregen, dat men eigenlijk nog steeds helemaal vastzit in die discussie zoals die gevoerd is. En eigenlijk namelijk wel of niet ontpolderen. Wel of niet ontpolderen. Wel of niet tegen boeren. Ja, en dat, wel of niet voor de economie. Ja, en dat dus eigenlijk alles wat er gezegd wordt onmiddellijk in dat stramien wordt geplaatst. Dat men te weinig bereid is om daar zich aan te onttrekken en gewoon, gewoon opnieuw te gaan kijken. En terwijl dat naar mijn idee juist heel belangrijk zou zijn om dat nu wel te doen. Te meer omdat er nu eigenlijk niet echt, bijvoorbeeld Antwerpen wil niet dat er nu een nieuwe verdieping is of zoiets. Hè. Dus er is een soort luwte in het debat zou er kunnen zijn, denk ik. En dat zou je dan moeten gebruiken, denk ik. Maar even concreet, is het volstorten van zeer diepe vaargeulen omstreden? Omstreden in zoverre dat natuurlijk. Het zijn allemaal ideeën die in de fase van gedachteontwikkeling en eerste experimenten zitten. En dus je zult automatisch krijgen dat de ene zegt van nou, dat. Dat levert te weinig op. En de andere die zal zeggen, van het levert wel genoeg op. En dat zou je dan dus moeten proberen. Maar jij zegt... Mijn idee is dus dat als je die dingen bij elkaar optelt, een hele variatie aan verschillende mogelijkheden, dan is mijn verwachting dat je daarmee het gewenste resultaat kan bereiken. En je zegt nadrukkelijk in dit boek dat deze denktrand wel bekend was in de aanloop naar de politieke besluitvorming, maar genegeerd is. In die zin dat ik bang ben dat dat een soort onvermijdelijkheid is, dat het een soort menselijk falen is wat. Menselijk tekort? Het menselijk tekort, inderdaad, precies. Dat als eenmaal zo'n proces op gang is, dan is eigenlijk niemand meer in staat om daaruit te komen. Dus je krijgt dat politici, die krijgen een rapport van een onderzoeksbureau. Hè. Er zijn er allerlei hoe heet het allemaal? Nou goed, Deltares is in ieder geval een belangrijke, waar ik dan aardig wat opgestoken heb. Maar je hebt ook in België heb je onderzoeksinstituten. Nou, die leveren rapporten aan. Maar het gemiddelde Kamerlid is mijn vooroordeel. Gaat zo'n rapport meteen doorbladeren naar die passages die bij het reeds ingenomen standpunt passen. En de rest wordt niet of nauwelijks gelezen.
Of in het geval van een rapport waar ik dan vrij uitgebreid naar heb verwezen, wat in 2011 is gemaakt door Deltares in Delft, hè, dus het vroegere waterloopkundig laboratorium, die hadden dus een vraag van de regering, dat was toen Rutte 1, gekregen. Vrij nauwkeurig omschreven vraagstelling. Nou, daar hebben ze dus antwoord op gegeven, maar er zit een bijlage achter die twee keer zo dik is. En daar staat een visie op het hele gebied in. Nou, daar is niets van in de media terechtgekomen. Carla Peijs, de commissaris van de Koningin, die heeft één keer nog laten vallen van waar bemoeien ze zich mee. En dat was het eigenlijk. Dus aan de afstandelijkere blik op het probleem, daar was gewoon eigenlijk niemand aan toe. Daar was niemand. Maar is dat... Iedereen had het te druk met de meerderheden in de Tweede Kamer en zo. Ja, is dat het dan? Is het zijn afkleppen? Dat vrees ik, ja. Is het zo eenvoudig? Ik ben bang dat een in de politiek heel veel voorkomend proces is. Dat op een gegeven moment gaat het gewoon die tunnel in. En dan worden dat soort dingen alleen maar als lastige bijzaak en dat, opgevat. En datzelfde geldt en dus ook. En er speelt natuurlijk een rol, een punt bij, dat die kwestie met de Hedwiggepolder stond natuurlijk in een verdrag. Dus dan kreeg je op een gegeven moment ook bij wijze van spreken, als iemand zou zijn gaan aantonen, dat is niet echt op die manier zo uitvoerig gedaan hoor, maar zou gaan zeggen van nou, het is eigenlijk niet nodig, dat maakt het probleem alleen maar groter, want het staat toch in het verdrag. Het was helemaal niet wenselijk dat er een andere oplossing zou komen? Ik denk het uiteindelijk niet, omdat men gewoon wist dat in Vlaanderen wilden ze gewoon dat gebeurde. Zeker nadat een paar pogingen om alternatieven voor te stellen eigenlijk allemaal in Nederland zelf zijn gesneuveld. En plus de EU natuurlijk, die ook druk uitoefende. En op een gegeven moment was, denk ik dan, de inhoudelijke kant van de zaak, die was nauwelijks nog van belang. Moest gewoon een einde komen aan een discussie die zich op een juridisch vlak begon af te spelen. Dat is mijn beeld. En jij hoopt dat dit boek een rol speelt alsnog in een discussie die misschien nog weer oplaait? Mijn hoop is dat het hij kan ook weer op de verkeerde manier oplaaien. Dat is een beetje jammer. He, want bijvoorbeeld, nu heeft Antwerpen de schepen, havenschepen, dus de wethouder voor de haven van Antwerpen, die heeft nu bijvoorbeeld in Vlissingen verklaard, één dag voordat dit boek uitkwam, dat die hele relatie tussen natuur en vaargeul, die moest losgelaten worden. En daar wilde Antwerpen eigenlijk gewoon zich niet meer aan branden. Dus als Nederland natuurherstel wil, dan moet het daar gewoon zelf maar voor zorgen. En, dus ja, dan krijg je meteen weer geen discussie over wat is hier de situatie, wat moeten we daarmee doen. Maar het wordt meteen weer een politiek speekspel. En die Hedwiggepolder is dus per saldo, zou je kunnen zeggen, een struikelblok in een veel bredere integrale. Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, omdat de discussie helemaal daarop gefocust is geraakt en de breedte verloren heeft.